De dreiging van meer goederentreinen houdt de gemoederen in Overijssel flink bezig. Ja, vooral in Batman. Er zijn 4 varianten onderzocht. En in 2 van die varianten wordt Batman geconfronteerd met veel meer goederentreinen. Ja, de belangenvereniging Batman heeft de plannen bestudeerd en praat inwoners van het dorp vanavond bij. Ja, en verslaggever Niels Kater is in Batman. Niels, het is hartstikke druk, hè, daar. Ja, het begint goed vol te lopen. Je kan duidelijk zien dat de mensen hier in Batman met veel vragen zitten. De hele zaal zit vol. Het gaat zo beginnen. Een soort van informatieavond van de Belangenvereniging Batman. Dus even naar deze 2 mensen toe lopen. Waarom bent u hier, meneer? Ja, ze komen met de trein komen ze door de tuin heen. Als ik de voordeur uitkom, over de sporen heen. En heeft u al gehoord welke variant het gaat worden? Helaas nog niet. Voor mij mag het helemaal afgeblazen worden. Dat vind ik het liefste. De vraag is of dat gaat lukken. Even naar deze mevrouw toe. Waarom bent u hier? Nou, ik woon ook in het dorp. We hebben net een nieuw huis gekocht. En wij zullen ook te maken krijgen met het geluidsoverlast. En dat is voor ons geen goede zaak. Dus. Nou, bent u hier vanavond op deze informatieavond. Wat hoopt u te horen? Nou, dat de plannen worden uitgelegd en ook wat de kansen zijn dat er wel of geen nieuwe spoorlijn komt. Kortom, alle mensen hier zitten met behoorlijk wat vragen nog en daar wordt straks over gepraat. Ja, Niels, de bewoners geven het al aan, zijn er niet gelukkig mee. Maar hoe je het ook wint of keert, er gaan meer treinen komen. Dus er zullen mensen overlast krijgen. Hoe denken ze daar tijd te keren? Nou, die vraag kan ik misschien het beste even stellen aan de voorzitter van de Belangenvereniging Batman, Joop Blauw. Dank u wel. U gaat het nog tegenhouden? Nou, we doen ons uiterste best en we zijn nog lang niet verkocht. Echt niet. Maar het wordt heel lastig, het wordt heel ingewikkeld. Want de manier waarop ProRail en het ministerie met feiten omgaan, die zijn schrikaanjagend. Er is onder andere, komt de MER aan bod, de milieueffectrapportage. Kunt u heel kort uitleggen wat voor gevolgen het voor Batman heeft? Nou, de gevolgen voor Batman zijn echt ronduit catastrofaal. Alle 3 opties waar Batman bij betrokken is, zijn alle 3 ongelooflijk slecht. Het dorp komt op slot te zitten. Aan de noordkant de oude spoorbaan, aan de oostkant een boog, aan de westkant een boog. En aan de zuidkant hebben we nu al een hele drukke A1, waar ook nog eens een keer een spoorbaanboog langsgelegd gaat worden. Toch lijkt het erop dat het één van die varianten gaat worden. De provincie speelt een rol, de gemeente, ProRail, daar gaat u toch nooit mee tegenhouden? Nou, we gaan doen wat we kunnen en u ziet de opkomst hier vanavond, die is geweldig. En we hebben ontzettend veel contact met Kamerleden. We zijn bezig op alle mogelijke manieren de besluitvorming te beïnvloeden. En dat zullen we ook zeker niet nalaten. En we zijn ook bezig om acties voor te bereiden straks, als we in Den Haag aanwezig moeten zijn, waar het besluit genomen gaat worden. Gaat echt met spandoeken de straat op? We sluiten helemaal niets uit. Duidelijk in ieder geval. Er zijn nog heel veel vragen hier. En straks gaat die bijeenkomst beginnen. En wordt er gepraat over die plannen, wat het precies inhoudt voor Batman. Dankjewel, Niels. En jij komt morgenochtend met meer informatie erover, hè? Onder meer op Radio Oost. Dankjewel.